Ja, jij mag je woorden kiezen. Ja. Ja. Denk je dat het ook gaat veranderen? Qua sfeer, als we erachter komen dat dit de finale is en dat iedereen die er nu zit kans heeft op de titel? Ja, absoluut. Ja. Dat weet ik 100% zeker. En weet je waarom ook? Nou? Omdat er nu nog een soort dingetje heerst. Wat een aantal mensen heel graag willen dat gaat gebeuren. En in de finale is het zo dat je stemmen moet gaan vergaderen hier binnen om te zorgen dat jij die titel kan krijgen. Want mensen moeten positief op je gaan stemmen. Want dat gaat er zeker in zitten. Daar ben ik heilig van overtuigd. En het publiek gaat een groot aandeel hebben. Maar het is wel 50-50. En als jij hier binnen 0 stemmen krijgt, dan ga je die titel niet binnenslepen. Nee. En dat wordt een getouwtrek. Want ik weet dat mensen, een aantal mensen hier daar zeker beïnvloedbaar voor zijn. Dus dat gaat het getouwtrek worden. Ja. Maar hebben een aantal mensen daar niet zoveel van last van. Maar een aantal mensen er last van. En dus je zult het ook een aantal mensen dat je in persoon dat je denkt, hé, daar zou ik er niet van verwachten. Ja? Ja, dat is mijn filosofie erover. Ik heb de laatste tijd observeer ik weer een beetje wat hier allemaal gebeurt. En dan zie ik bijvoorbeeld onder de anderen hier. En dan denk ik, ja. Ja. Oh. Kijk nou, dat zijn de snappers van het hele terrein. Ja, ja joh. Ja, hè? Ja. Nou, dat wordt heel apart, want je moet je voor kunnen stellen. Een aantal mensen stonden hier hoog in het vaandel, om het maar even zo te zeggen. Ja. En dat is nu een beetje anders, maar ook wel weer, toch ook weer wel, zeg maar. Niet helemaal. Nee? Ja, bij sommigen wel, maar bij een hele hoop ook niet, denk ik. Oké. Okay. Ik denk dat het ook een beetje aan ligt, zeg maar. Ze kunnen hoog voor je staan, maar je kan ook gewoon normaal tegen ze doen, zoals altijd. Zeg maar, ik doe bijvoorbeeld gewoon normaal tegen Jesse inmiddels, maar. Ik hoop het liefst dat ze allebei de poort verlaten voordat de finale begint. Ja. Zo weinig gun ik het ze nog. Omdat ik denk van ja, niet alleen wat ze bij Gerard hebben gedaan, maar wat ze bij meerdere mensen hebben gedaan, vind ik gewoon niet oké. En nu is dan de druppel voor de rest van de groep, dus ga ik erin mee, omdat ik denk dat het had al eerder moeten gebeuren. En ik denk dat voor meerdere mensen wel zo is, maar dat weet ik ook niet zeker natuurlijk. En dat is voor iedereen natuurlijk op zich, want een dag hier is zo veranderlijk als wat. Ja, en wat ik ook, ik weet niet of ik het tegen jou, en tijd ook, hoe langer daar overheen gaat, hoe dingen gaan verwateren weer. Ja. Ja, dat klopt. En dan is het maar hoe groot is een bepaalde druk en hoe sterk, standvastig ben jij als persoon zijnde daarin. Ja. Dat is best lastig namelijk. Ja. Hier. Ja. Dus. En vooral als je vanuit allerlei kanten adviezen en inzichten krijgt. Ja. Ik ben ook heel blij. Fren die begint ook een beetje voor zichzelf op te komen daarin. Ja. En, ik heb laatst met Hiske gepraat en dat was echt heel fijn. Ja. Ja. En dat ze net ook wel van Gerrit wel dit krijgt. En van Jesse en Merel dit krijgt. Ja. Dat ze er echt tussenin staat. En dat ze zegt, dat wil ik helemaal niet. Ik ga verdelen en dat ga ik doen. Ja, ja, en ik denk ook dat je dat is heel belangrijk. Want uiteindelijk moet het zou fijn zijn voor iedereen dat het uiteindelijk je keuzes staan. Als je daar later op terugkijkt, dat je daar 100% achter hebt gestaan. Dat je niet denkt, ik heb me te veel laten leiden door de situatie of absoluut. door mensen of wat dan ook. Ja. Dat zou zonde zijn. Dat zou echt heel zonde zijn. Ja. Ja, en ik denk wel dat dat ook een goede voor haar nu is. Ja. Ja. En dat is
Dus je moet uiteindelijk, weet je, wat ik al tegen jou zei. Als de keuze is dat jij voor een ander staat, dan is dat jouw, maar dan is het jouw keuze. En ja, niet, weet je wel. Mm-hmm. Nou, dat bedoel ik er meer mee te zeggen van, ja, moet je, het moet wel je eigen ding moet worden. Je eigen keuze. Ja. Ja. Ja, niet de keuze van een ander. Nee. Gisteren had ze ook een hele discussie met Ger daarover. Of een discussiegesprek, ik weet niet precies wat het was. Ja. En ik zat erbij en toen zei ik van, maar Fren, als je wil verdelen, dan moet je gewoon lekker verdelen. En als dat voor jou goed voelt, dan voelt dat voor jou goed. En dan maakt het niet uit wie of wat iets zegt. Als jij gewoon lekker wil verdelen, dan moet je dat doen. Dat heb ik ook gedaan. En toen heb ik verteld ook wat ik prettig vond om te doen. Ja. Dat ik eigenlijk tegen niemand vertelde wat ik ging doen met stemmen, omdat ik het zelf ook nog niet wist. Ja. En een uur voordat we gingen stemmen, besloot ik pas wat we gingen doen. Dan zonderde ik me hier af en dan ging ik een lijstje maken. En dan dacht ik, oké, die en die en die. Ja. Ja. En niemand, echt helemaal niemand wist wat ik ging doen. Zelfs ik zelf niet. Ja, slim. Ja, en dat voelde voor mij gewoon het prettigste, omdat ik hem helemaal niet druk wilde maken over wat dan ook. En ja, zei ze, nee, ik heb het al besloten. Toen dacht ik, nou, prima toch? Ja. Is dat goed toch? Ja. Ja. Maar ik snap best wel dat het voor haar zeker heel lastig is. Omdat ze natuurlijk maatjes is met Merel en met Jessie en met Gerrit. En ja, ook met jou. En ook met Brenda. Ja, dat klopt. Maar zeg maar, mij boeit het op dit moment niet heel veel meer wat Vreni gaat doen met stemmen. Omdat ik weet ook dat ze er heel veel moeite mee heeft. En ik heb haar toen wel gevraagd wat ze wilde doen. En toen heeft ze aangegeven dat ze bijvoorbeeld niet op Jessie zou kunnen stemmen. Toen zei ik, oké. En toen hebben we daarna in het Martelufke gezeten. En toen zei ze van, ja, en dit doen en dat doen. Ik zei, maar stem dan maar op mij. Dat is goed. Hm. Yo, weet je, prima. En ze heeft volgens mij laatst ook de keuze gemaakt om 2 stemmen op mij te geven en 1 op Maris. Toen zei ik, dat is prima. Dan heb je vrij weinig invloed op wat er gaat gebeuren. Hm. En ja. Nou ja, heel eerlijk. Merel en Jessie gaan de tweede persoon bepalen wie op de bank gaat komen. Ja, als er nog gestemd wordt. En ik denk dat er niet gestemd meer gaat worden. Dus laten we het dan ook niet showen als een bordspel. Mm-hmm. Ja. Nou ja, ik ben nog steeds heel blij dat ik nog steeds niet de ambitie heb om te winnen. Ja. Dat is mooi. Oh, ik moet schilderen of zo? Ja. Oh ja, ga ik schilderen. Het enige is wel... het enige wat wel is dat... ik heb ook niet de ambitie om te willen winnen. Zeg ik dat goed? Mm-hmm. Ambitie om te willen winnen. Maar... hoe moet je dat nou zeggen? Nee, ik weet echt niet. Ik kan dat denk ik niet uitleggen. Ik ben hier niet om, zeg maar, een spelletje Utopia te spelen. Hey! Ah ja, ik moet schilderen. Jij bent doof. Ja, ik kom eraan. Wil je wel of vast je stukje uitzoeken? Of neem jij degene die overblijft? Ja. Ja? Ja, dat is prima. Dat maakt me niet uit. Heb je geen voorkeur? Nee. Het is allemaal onderdeel van het hart, dus. Dat komt goed.